Dames en heren, collega's. Zijn jullie zover wat betreft Sint Maarten? Zo te zien is het antwoord ja. Want dan zijn we toe aan de laatste loodjes van dit IPCOM. Goed. Ik heropen de vergadering, ons overleg. En aan de orde is de conceptafsprakenlijst van het afgelopen IPCOM. We hebben daarover gesproken binnen onze delegaties, in het presidium. En nu is het moment dat we daar in full comité over spreken, volledig comité. En ik kijk rond wie daar een opmerking bij heeft. Meneer Wilsou. Dank, meneer de voorzitter. Dit is niet alleen maar in het presidium besproken, maar we hadden daarna een bespreken overleg binnen onze delegatie. En de Curaçao's delegatie kan zich vinden in de tekst die voor ons ligt. Waarvoor dank. Ik kijk naar Sint Maarten. Dat betekent dezelfde conclusie ook. U kunt zich vinden in de tekst die voor ligt. De Nederlandse delegatie kan dat ook. Zeker. Kijk ik naar de twee leden. Meneer Herde. Kijk, dat is een goede uitkomst van het nadenken. Dan stel ik vast dat de afsprakenlijst zoals die in concept voor zich ligt, voor ons ligt, dat we die ook definitief gaan vaststellen. De ondertekening vindt vanmiddag plaats om 14:00. Maar dit is het informele eind. En een informeel eind van een IPCO waarvan ik vooraf dacht, ik moet maar weer eens zien waar we uitkomen en hoe het gaat. En waar ik achteraf met grote tevredenheid op terugkijk. Tevredenheid over de inhoud op een heel aantal onderwerpen. De geschillenregeling kan je nog afvragen. We hebben in ieder geval een stapje gezet. Had misschien meer gekund, maar op andere onderwerpen zeker. Ik ben tevreden over het ingelaste punt Venezuela vanwege de grote urgentie die dat heeft. En ik ben tevreden over de wijze waarop wij toch weer stap voor stap beter met elkaar omgaan, goed met elkaar omgaan. Bommetjes noem ik het maar, die af en toe gegooid worden. Die worden soms teruggegooid, maar uiteindelijk is er gewoon voldoende vertrouwen in elkaar om die bommetjes ook weer te ontmantelen. En zo hoort dat. Zo hoort dat op een overleg waarin je open moet kunnen spreken, maar uiteindelijk wel realiseert dat je verder moet. Dus dank ieder voor deze inzet, voor deze week hard werken. En daarbij wilde ik het laten. Meneer Gansevoort. Voorzitter, dank. Ook namens de Nederlandse delegatie wil ik graag de collega's uit de andere delegaties danken voor de zeer constructieve en ook de betrokken en ook de persoonlijke en vriendelijke omgang met elkaar. Zeer gewaardeerd. Ik zou ook graag vanuit deze plek zou ik graag de ondersteuning willen danken. De griffiers die heel erg veel werk gedaan hebben in de hele voorbereiding, maar ook in het zoeken naar precieze formuleringen en het ondersteunen van onze eenheid daarin. En ook de verdere ondersteuning in de hele praktische kant, de logistiek, de geweldige verzorging hier, de bode. Zeer veel dank voor alles daarin. En uiteraard ook namens onze delegatie graag de voorzitter danken voor de wijze waarop hij ook steeds weer ons geholpen heeft om met alle verschillende gezichtspunten goed bij elkaar te komen. Dus dank. Meneer Frank. Als delegatieleider wil ik daarbij mee aansluiten. Ik zal het niet allemaal herhalen, maar inderdaad heel goed werk gedaan voor de Griffie. Zelfs de lekkere koffie die hier elke keer op het juiste moment en thee werden geserveerd. En de hele organisatie en logistiek die in elkaar gezet is hier in de Tweede Kamer om ons te ontvangen. En dat dit in een zeer goede sfeer heeft kunnen plaatsvinden. Dus ook van onze kant onze dank hiervoor. René. Ja. De vergadering laat sluiten zonder iets te zeggen. André, om te beginnen bedankt. Je hebt je gedragen. Ja. Maar je hebt je gedragen, dus ik kan dat ook thuis.
ik kan dat ook thuis verslaan. Ik wil wel beginnen om de voorzitter deze keer te bedanken. Niet aan het eind, maar om te beginnen. Ik zei het al vaker, hij is van Arubaans afkomst. Dus had niet anders verwacht. Hij woont wel in Haarlem, maar Aruban roots. Grap aan een kant. Het is een succesvol intro geweest. We hebben hard gewerkt om stappen vooruit te maken en te doen. En dat is gelukt. Op een aantal punten. Met uitzondering van zitten blijven, waar ik over blijf zeuren. Met name het onderwerp van de geschillenregeling. Daar hebben we inmiddels veel aandacht voor gekregen. Er is vorig jaar in Nijmegen een uitgebreide conferentie met een heleboel hoogleraren. Ik wist niet dat zoveel mensen zich bezighielden met dit onderwerp. Ook op Aruba zijn activiteiten gepland in het najaar. Mogelijkwijs een conferentie over de geschillenregeling op de universiteit of in samenwerking met de universiteit. Dus we hebben veel gedaan en we zijn er nog niet, maar we hebben vooruitgang geboekt. De weg dat nog resteert, laat ik het in mijn optimisme blijven zeggen, is kort. In vergelijking met wat we allemaal hebben moeten doen om zover te komen. Gisteren hebben we heeft de Arubaanse delegatie gedurfd om wat ijs te breken. En ik hoop dat met name aan de ijzige kant, in de Nederlandse kant, dat het tot resultaat zal leiden dat we we inderdaad op zeer korte termijn, en ik heb het een paar keer gezegd, hopelijk dit kalenderjaar nog tot een geschillenregeling kunnen komen, gebaseerd op de uitgangspunten die we vorig jaar hebben afgesproken en dat we een nieuwe fase voor het Koninkrijk in kunnen gaan. Waarin we allerlei zaken waarover we het eens zijn met nog meer enthousiasme kunnen aanpakken. En de paar zaken waar we het niet met elkaar over eens zijn, dat we een weg hebben gevonden om dat in vriendschap en in rust kunnen aanpakken. Ik wil iedereen, Curaçao delegatie, delegatie van Sint Maarten, mijn collega's van Aruba en niet in de laatste plaats de heer André Bosman, bedanken voor een succesvolle. De Nederlandse delegatie. Bedanken voor de succesvolle conferentie. Succes, bedankt wel. Succes met alles wat jullie aanpakken. En blijven in contact. Dank u wel. Dank. Dan zijn we aan het eind gekomen. Ik moet nog een paar mededelingen doen. Eén is een ander succes van eerdere IPCO's, namelijk komende week. Is een aantal van u als bijzonder gedelegeerde betrokken bij de behandeling van rijkswetten. Hiervoor een aantal keren op de agenda geweest en nu in ieder geval voor 3 wetten gerealiseerd. Dus daar ben ik tevreden over. Wat mij betreft zetten we dat door. Maar die bijzonder gedelegeerden die worden om 12 uur, dus over 5 minuutjes verwacht, bij de ingang van de plenaire zaal door de griffier Linda Kip. Ik verzoek ze daar naartoe te gaan. Om 2 uur hier dus de persconferentie en de ondertekening. Nou, voor de overige wens ik u een hele goede reis terug. Ik sluit deze conferentie. Nog steeds klaar. Dank je.